Tom, goedemorgen. Hey, Mark, goedemorgen. Nou, elkaar even uitgenodigd om voor een kleine update over employee engagement. Voornamelijk. En ook een begrip wat meer en meer, wat wij zien, wat meer en meer begrepen wordt, employee listening. Nou, weet je dat wij met Circulytics hebben een techniek, nu 5 jaar in de markt, om het luisteren te introduceren in organisaties, waarbij je vanuit degene die die dialoog houdt, luistert naar medewerkers, maar ook in een tweede ronde de medewerkers naar elkaar laat luisteren. We zien dat dat enorm veel meer data en intelligence en engagement oplevert dan een, zeg maar, de traditionele employee engagement enquête of pulse enquête. Enorm benieuwd. Wij zien die groei. Wij zien die groei in onze markt, maar op een kleinere schaal natuurlijk. Jij overziet een groter deel van de wereld vanuit jouw HR Trend Institute. Wat zie jij als het gaat om kreten als employee listening, collective intelligence, verbinden, samenwerken? Ja, een paar dingen, zeg maar even uit de heup schietend. Hè. De trend naar continuous listening is duidelijk een lange termijn trend. Hoe bouw je eigenlijk een continuous listening architecture, hè? Zodat je op verschillende manieren een vinger aan de pols hebt. Dus dat is, we kennen allemaal de traditionele surveys. Nou, er zijn nog een paar organisaties die dat doen. Pulse surveys. Je wil eigenlijk ook real-time meten. En wat jullie oplossing daaraan toevoegt, is eigenlijk ook de dialoog. En dat hebben veel oplossingen niet. He, daar zit geen goede dialoog in. Dus ik denk dat dat in dat palet van je learning, van je listening architecture, he, dat een Circulytics daar een goede aanvulling in is. Dus die beweging zie je, maar het gaat overal niet per definitie snel. Wat je nu ziet, ook juist in COVID, in de huidige crisis, he, dat er een paar andere bewegingen zijn, een paar andere thema's die belangrijk zijn. Eén belangrijk thema is hoe hou je verbinding met je, ik zeg maar even, workforce. Hè? Ja. Moeilijker wordt. Dus organisaties zoeken daar ook naar. Hoe houden we die dialoog met medewerkers, terwijl we veel minder elkaar ontmoeten? Ja. Daar kan je allerlei dingen over zeggen. Frans van Houten zei bijvoorbeeld deze week, we moeten niet iedereen naar huis sturen. Want mijn researchers en andere creatieve beroepen, die moeten elkaar ontmoeten. Ja. Of dat nou fysiek is, dat is maar even de vraag. Hè. Dus de mooie term is altijd casual collisions. Hè. Je leert veel van toevallige ontmoetingen. Nou, misschien kan je die ook creëren op andere manieren, zoals bijvoorbeeld jullie dat doen. Steve Jobs die zegt dan serendipity, hoe kan je elkaar, en dat kun je organiseren door bijvoorbeeld een campus te creëren of een gebouw waar mensen elkaar heel mooi kunnen kruisbestuiven en per ongeluk tegenkomen. En wij dachten van, dat kun je ook structureren door technologie. Ja. Dus wat wij doen bijvoorbeeld met de nationale politie, met 70.000 mensen, wij structureren in die tweede ronde met ons algoritme dat iedereen geconfronteerd wordt met zo'n 20 tot 40 andere perspectieven. Ja, ja. Dus iedereen wordt verrast in ronde 2 van, hey, daar heb ik nog niet aan gedacht. Dit verrast mij, dit steun ik, dit snap ik, dit zie ik, had ik daar maar zelf aan gedacht. Dus mensen scheiden hun inzicht voor. Absoluut. Ja. En dat is wat wij noemen emergentie. Dus wat mieren ook heel goed kunnen. Als je 100 mieren bij elkaar zet, presteren ze niets. Maar hun communicatie onderling maakt dat... Zijn er dan ook mensen van buiten de politie bij betrokken? Want als je dan nog anderen daarbij kan betrekken, zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn. Ja, we hebben een paar hele gave dingen in de pipeline voor burgerparticipatie. Ja, ja. Echt citizens voice. Ja. We doen dat al veel. We hebben vorig jaar de Gay Pride van Amsterdam is geëvalueerd. Met zo'n 4000 burgers en ondernemers. Okay. Super gaaf. Waarbij je ziet dat anders dan met een enquête wat ze tot voor kort deden. Dat mensen op elkaar reageerden. Dus dat ze bij nader inzien er genuanceerder over denken.
En dat emergente inzicht, dat is wat je ook afvangt. Ja, En dan maak je gewoon wat slimmere beslissingen. En de mensen onderling zeggen, wat gaaf, want ik zie nu ook wat een ander zegt. Anoniem. Ja, maar ik kan wel veilig gluren bij de buren en daarvan leren. Dus zeg maar 1, continuous listening. 2, eigenlijk innovatie bevorderen door casual collisions. Hè? Dus dat is ja. En een derde thema, denk ik, wat bij me omhoog schiet, is resilience. Resilience is een belangrijk thema op dit ogenblik. Hoe zorgen we dat medewerkers, organisatie weerbaar zijn? Daar hoorde ik gisteren een interessant datapunt over. Dat niks nieuws, maar mensen die in teams werken, die goed verbonden zijn met anderen, zijn meer resilient dan eenlingen. Ja? Ja, dus ook daar is het waar. Hoe kan je zorgen dat mensen virtueel beter in teams met elkaar verbonden zijn, aan dingen werken, zich verbonden voelen, want daardoor zijn ze weerbaarder en meer resilient. En dat is ook een interessant gegeven. Dat is interessant. We zien veel dialogen waarbij er niet alleen op de waan van de dag wordt ingespeeld door te vragen, wat heb je het hardst nodig? Welke risico's op dit moment in je werk? Waar zie je samenwerking verbeteren op dit moment? Wat is daarvoor nodig? Dus tal van dat soort vragen over het heden. Maar we zien dat onze klanten ook meer en meer de dialoog inzetten om toekomstgerichte vragen te stellen. Ik zeg zelf altijd maar, onzekerheid in de toekomst is makkelijker behapbaar dan onzekerheid vandaag de dag. Want in de toekomst kunnen we nog iets mee doen. Dus we zien dat ze uitdagingen voorleggen die wat meer kijken naar de toekomst. Wat komt het meest op ons af over 5 tot 10 jaar? Welke vacature is het meest populair over 10 jaar voor onze organisatie en waarom? Wat is de belangrijkste, meest verrassende ontwikkeling in onze sector in de komende 5 tot 10 jaar? Zo geef je mensen ook weer een horizon en laat je ze ook beseffen van, er speelt nu wel corona of er speelt een marktontwikkeling of wat dan ook wat nu speelt. Maar er is perspectief en daar ga ik zelf over mee puzzelen. Dus ik ben onderdeel gezamenlijk met een groep die hierover meespart in die dialoog. Ben ik onderdeel van iets groters wat nog mag gaan gebeuren. En dan maak je mensen wat flexibeler in hun denken ook dan alleen maar taakgerichte interventies nu met ze uitvoeren. 3 goede trends. Je hebt ze beter samengevat dan ik. Een keertje later nog eens over door spreken. Absoluut. Ja, nee, wat interessante ontwikkelingen. Hartstikke goed. Okay. We spreken elkaar, Mark. Goedendag.